Goedemorgen, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. Er is weinig bewolking in de omgeving van Nederland aanwezig, maar in het noordwesten zien we wel wat wolkenvelden op de Noordzee. Die komen langzaam dichterbij, maar bereiken ons vanochtend nog niet. De zon schijnt volop en de temperatuur loopt snel op. Er staat weinig wind. Vanmiddag wordt de wind noord tot noordoost en trekt dan ook wat aan, vooral in de kustgebieden waait die matig kracht 4. Bewolking neemt toe vanuit het noordwesten, maar het blijft wel droog en de temperatuur ligt tussen 14 en 17 graden. Vanavond ook hier en daar wat wolkenvelden, maar het blijft gewoon droog en er zijn ook zeker nog opklaringen. De temperatuur gaat omlaag naar 8 tot 11 graden en de wind neemt bij zee nog eventjes iets toe. Maar morgen blijft er al niet veel wind meer over: matig, kracht 3 tot 4 uit het noordoosten. Geregeld schijnt de zon. Het wordt iets minder zacht met 12 tot 14 graden. Op een enkele plek zou het kwik nog best wat hoger uit kunnen pakken. Woensdag, donderdag, vrijdag, langzaam loopt de temperatuur weer wat op en in het algemeen is er vrij veel zon. Bewolking dier is, is vriendelijk en neerslag valt er niet. De wind waait duidelijk uit een oostelijke richting. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl